Hoi allemaal, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag een Shein shoplog voor jullie en ik ben echt mega excited. Al deze pakketjes liggen echt al 2 weken te wachten totdat ik het eindelijk kon filmen. En er zitten zoveel leuke dingen bij. Ik heb alles van tevoren al aangepast, dus ik weet al hoe alles zit en hoe de kwaliteit een beetje uit is gevallen. Ik ben mega excited. Eventjes ter informatie voor jullie. Ik heb de helft van de items met mijn eigen geld gekocht, want ik ben zelf echt verslaafd aan Shein. Dus ik koop er iets te vaak. En de andere helft heb ik gekregen van Shein. Dus vandaar dat het ook echt ontzettend veel items zijn deze keer. Maar goed, de lente komt eraan, de zomer komt eraan. Dus ja, het ging alweer kriebelen. Ik wilde allemaal nieuwe zomer items hebben. Dus dat heb ik allemaal gekocht. Voordat ik verder ga met de video, ben jij nou nog niet op mij geabonneerd? Ik kan me voorstellen dat je nu nieuw op mijn kanaal bent gekomen. Zou ik het echt ontzettend leuk vinden als jullie op mij willen abonneren. Dat kan hier beneden. Het is helemaal gratis. Zou ik in ieder geval heel erg leuk vinden. Dus laten we dan nu snel gaan beginnen met de shoplog. Ik pak gewoon het eerste wat naast me ligt. Dat is dit pakketje. Sommige dingen zitten bij elkaar. Dat heb ik even gedaan omdat het dan wat makkelijker was. Maar dit is ook iets wat ik samen zou dragen. Het eerste item is deze witte top. Ik heb helaas wel een foundation vlek gemaakt. Ik vond deze gewoon echt heel erg cute met deze mouwtjes. En aan de onderkant zit het ook. En hierbij het kraagje ook. Ik vond het gewoon heel erg schattig. En het leek me gewoon een heel leuk item om dus een beetje te layeren. Met bijvoorbeeld dit spencertje. Ja, super schattig. Ik heb deze ook wel aangehad. En ja, het is gewoon echt mijn lievelingskleur. Dus ik zag deze en ik dacht, ja, die moet ik toch maar even gaan toevoegen aan de collectie. Dus ja, echt heel erg leuk. En deze zou ik ook... Au. Deze zou ik ook absoluut samen dragen. Oké, het spencertje was 9 euro. En de witte top was 11 euro, maar is nu in de sale voor 7,50. Dan weten jullie dat. En eventjes over de maten. Ik zal mijn maten beneden in de beschrijving zetten. Want anders moet ik daar ook nog kijken welke maten ik allemaal heb besteld. En dat weet ik niet precies meer. Dus dat ga ik even voor jullie uitzoeken. En dan zet ik het in de beschrijving. Deze top. Echt, ik ben er zo verliefd op. Ik vind hem zo leuk. Oké, dat is deze. En dit is toch gewoon te schattig. I can't. Ik ben hier echt zo verliefd op. Ik ga deze denk ik echt heel veel dragen deze lente en zomer. Ja, ik vind dit soort topjes gewoon echt prachtig. Ik ben er gewoon echt helemaal verliefd op. Ik heb er echt geen andere woorden voor. Het is echt prachtig. Ja, ik ben hier echt heel erg blij mee. Deze top was 15 euro. Dit is ook een topje en oh, hier ben ik ook zo verliefd op. Ja, deze bestelling is echt een heel groot succes geweest. Ik ben er gewoon echt helemaal verliefd op. Ik vind het zo mooi. Ja, ik weet niet. Ik hou sowieso heel erg van dit soort witte topjes. Want ja, ik vind dat gewoon heel erg fijn om te combineren met rokjes of korte broekjes of whatever. Of een jeans. Ja, ik vind het gewoon echt... Ja, ik vind dit gewoon echt zo mooi. Ik kan het niet omschrijven. En die mouwen zijn ook echt... prachtig. Ja, ik ben hier gewoon zo blij mee. Ik ben ook echt heel blij dat hij ook mooi past. Ja, ik weet bij deze ook echt zeker dat ik deze echt zo vaak ga dragen. En deze top kostte 12 euro. Wat natuurlijk ook echt helemaal niet duur is. Nou, dan gaan we nu heel even door met accessoires. Want dat heb ik ook gekocht. Niet zo kraken. Er waren wat dingetjes op de website. Ik sowieso Shein. Het is echt niet normaal. Ik kan er uren op zitten. Het is echt... verschrikkelijk, maar ze hebben zoveel leuke dingen. Ik wilde dus spelden voor in mijn haar. Want dat is natuurlijk weer echt helemaal hip en happening. Als je op TikTok zit, dan krijg je vaak echt al die trends mee. Maar ja, ik wilde dus haarspelden hebben. En die heb ik echt letterlijk niet. Vroeger wel, maar die heb ik allemaal weggedaan. En toen kwam ik een hele zak met 8 haarspelden tegen. Voor echt iets van 3 euro, als ik het goed zeg. En die heb ik gekocht. Het zit hierin. Het zijn allemaal verschillende kleuren. Een beetje nude-achtig. Bruin. Nog een iets lichtere bruin.
En dan aan deze kant nog zwart, nog een bruin, een off-white en een... Hij was open. En een doorzichtige. Dus ja, ik vond dit gewoon echt een top deal. Want kijk, ik had ook zoiets bij de Kruidvat of zo kunnen halen. Maar dan ben ik 2 euro voor 1 speld kwijt. En nu was het 3 euro voor 8. Dus dat is natuurlijk helemaal super. En deze zijn echt super chill. Zijn echt prima haarspelden. Dus ja, daar ben ik heel erg blij mee. En nou, wat ik ook had gekocht. Oh, ik heb alles natuurlijk al opengemaakt. Dus het gaat weer helemaal mis. Is een setje met allemaal parelkettingen. Ik vind dit ook echt een superleuke trend. Ik weet niet. Ik zag het voorbij komen op ja, TikTok, Pinterest en dat soort dingen. Instagram. En ik dacht, ja, ik vind dit eigenlijk wel heel erg leuk. Dit setje kostte dus maar 3 euro voor 1, 2, 3, 4, 5 kettingen. Want eentje ligt er even in de badkamer. Maar het zijn allemaal verschillende formaatjes. Dus dunne, maar ook dikke. Een beetje middelmaten. Ja, het is echt super chill. En ik ben er echt helemaal fan van. Het zijn dus een beetje... Het zijn dus choker modellen. Dus ze zitten allemaal best wel strak om je nek. Maar ik vind ze echt... Ik vind dit echt helemaal leuk. Ja. En even kijken hoor. Dan heb ik ook nog een nieuwe zonnebrilketting gekocht. Ik had dit vorig jaar ook. Die zijn allemaal... Of allemaal. Ik had er 2 geloof ik. Die zijn stuk gegaan. Nu ben ik gegaan voor deze ketting. Het idee is dus dat je deze uiteindes aan je zonnebril hangt. Aan de zijkanten. En dan heb je eigenlijk letterlijk een ketting waar je zonnebril aan hangt. Oh, maar deze is wel echt veel fijner. Want hier zitten ook nog... Ja, hoe zeg je dat? Van die clipjes aan. Dus mocht dit kapot gaan, want dat gebeurde dus bij mij, dan kan je het nog met een ander lusje of iets eraan hangen. Die kostte maar 1,25 euro. Dus dat is heel erg chill. Nou, dan gaan we nu weer door met de kleding, want ik heb nog een hele stapel liggen. Oké, weer een wit item. Er is lekker veel wit gekozen dit keer. Dit is een jumpsuit. En deze is ook zo mooi. Dit is hem. Zo kan je hem niet heel goed zien, maar ik heb natuurlijk ook aanbeelden. En ja, het is gewoon echt fantastisch. Er zit ook een open rug in, wat echt heel erg mooi is. Die open rug heb ik niet gefilmd, want ik kreeg hem dus uit mezelf niet helemaal goed dicht. Dus het zag er niet uit. Maar goed, hij zit verder wel gewoon helemaal goed. Het is een maat S. Dus ik vind het knap dat ik erin pas, maar goed. Ja, gewoon echt super mooi. Ik ben hier helemaal verliefd op. Ik zie mezelf alweer helemaal hiermee naar het strand gaan. Oh, ik kan niet wachten. Vandaag is dat de hele dag ook super mooi weer. Nu ik dit aan het filmen ben, ik heb de hele dag lekker hier zo in mijn kamer in het zonnetje gezeten. Het was echt... Ik kan er zo van genieten en ik ben zo toe aan zomer. Dus al deze items, ja, daar word ik gewoon helemaal blij van. Deze was 17 euro. Dus deze is ietsje duurder dan de andere items. Maar het is wel ook echt een hele mooie kwaliteit. Dus dat, ja... En dan het volgende pakketje. En dit is een two-piece, noem je dat zo? Co-ord set. Dat is het volgens mij. Ja, dit is dus een setje met een rokje. En met een hele mooie top. Deze is ook echt zo mooi. Ik voel me zo... Ik weet niet, als ik dit aan heb, dan voel ik mezelf zo mooi. En dat is toch wel wat je moet hebben met kleding, lijkt mij. Dus ja... Prachtig. Even kijken hoor. Dit setje was 20 euro. Dus dat is ook ietsje duurder. Maar daar krijg je natuurlijk wel een top en een rokje voor. Dan het volgende item. En dit is een rokje ook. Ik vond deze echt super schattig. Ja, ik vond deze gewoon heel erg leuk. Ik vond het kleurtje heel leuk. Ja, ik vond het gewoon een heel schattig kleurtje voor in de lente en in de zomer. Lekker combineren met allemaal leuke andere topjes. Ja, I don't know. Ik ben gewoon fan van dit kleurtje. Zeg maar... Deze kleur groen en deze kleur paars, dat is echt mijn go-to kleur op dit moment. Ik vind het gewoon echt hele mooie kleurtjes. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. En deze rok is 8 euro. Dan hebben we dit item en dit is een jurkje. En dit is van het merk Simply, denk ik. En dat is een merk die verkocht wordt op Shein, maar ook op AliExpress, weet ik toevallig. Het is dus eigenlijk een merkje binnen Shein. Ik was daar al heel erg lang heel erg benieuwd naar. Dus ik dacht, ik ga er nu even iets van bestellen. Deze items zijn ook wel iets aan de iets duurdere kant. Maar goed, dit is dus het jurkje. Ik vond deze echt ontzettend schattig. Het is echt gewoon zo'n ja, perfect
een lente/zomerjurkje waar je lekker in gaat picknicken. Zo'n gevoel krijg ik er echt van. Ik vind het echt fantastisch. Het is echt heel schattig met strikje ook aan de zijkant. Ja, ik weet niet. Ik vind het jurkje gewoon echt super cute. Het jurkje was €16. Wat natuurlijk op zich nog wel meevalt. Maar ik vind het wel... Ik ben niet heel erg fan van dit soort stofjes, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, hij zit verder wel heel mooi, dus ik ben er wel heel blij mee. En ik denk ook wel echt dat ik hem heel vaak ga dragen. Maar ik ben gewoon niet heel erg fan van dit stofje. Ik kan het niet echt uitleggen, want het is een beetje zo... Nee, ik kan het niet uitleggen. En dan het laatste item. En dit is ook een jurkje. En dit is echt wel een beetje een jurkje wat toch wel redelijk uit mijn comfortzone is. Ja, ik zal het uitleggen. Oké, het is dit witte jurkje met weer van die mouwtjes. Ja, je ziet wel waar ik echt fan van ben nu. Maar dit soort mouwtjes vind ik gewoon echt prachtig. En nou ja, het jurkje gaat gewoon strak naar beneden. En het ding waarom dit dus een beetje buiten mijn comfortzone is, is omdat het jurkje ja, dus best wel strak valt. En normaal gesproken zou ik daar eigenlijk niet zo snel voor kiezen. Maar ik moet zeggen dat toen ik hem aandeed, ik hem toch wel heel erg mooi vond staan. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Maar het is wel iets wat ik in eerste instantie misschien niet zo snel zou uitkiezen. Ik heb liever altijd dat het zeg maar rondom mijn buik meer zo afloopt. Ja, ik weet niet. Vind ik toch fijner dan dat het echt zo strak in één lengte loopt. Maar goed, ik vind hem wel heel erg mooi. En ik denk ook dat ik hem echt wel veel ga dragen, want... Ja, ik voel me er op zich wel gewoon mooi in. Dus daar ben ik heel blij mee. Dit jurkje was €19. Dus zoals je ziet zijn al die jurkjes wel allemaal iets meer aan de prijzige kant. Maar ik moet wel zeggen, je krijgt wel echt waar voor je geld. Ik vind alles echt... Er zit eigenlijk niks in deze bestelling waarvan ik denk, oh, dat is echt een miskoop. Ik denk dat deze shoplog weer echt helemaal geslaagd is. Ik ben echt, zoals ik al eerder in deze video zei, ik ben echt verslaafd aan Shein. Ik vind het echt... Ja, ik vind het echt een fantastische website. En ik krijg heel vaak de vraag van... Pam, moet ik daar nou bestellen? Want ik weet het niet zo goed. En is het wel betrouwbaar? En hoe lang duurt het voordat je pakketje binnenkomt? Maar ja, ik werk nu al een aantal jaar samen met Shein. En ik ben nu ook echt op het punt gekomen dat ik zelf ook veel koop bij Shein. Ja, ik ben gewoon echt ontzettend fan van de website. Ik vind dat ze hele mooie items hebben. Het gaat allemaal mee met de trend. Er is echt voor ieder wat wils. Echt alle soorten stijlen komen voorbij. En dat maakt het gewoon ontzettend leuk. Dus nou ja, dit was de shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe natuurlijk even een duimpje omhoog als je het leuk vond. Daar zou je mij echt super erg mee helpen. Want dan komt deze video wat hoger bij de aanbevolen video's. En dat zou ik heel erg leuk vinden. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk zie ik jullie bij een volgende video. Doei doei!